Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Karien van Blondie Beauty Fashion. En ik maak allerlei soorten video's over het zijn van een mama van twee kindjes. Van twee en van vijf. Over het verhuizen wat we gaan doen. Interieur, opruimen, al dat soort dingen. Het leven, wat ik eet. Je kunt dus verzinnen en misschien maak ik er wel een video over. Dus als je dat leuk vindt, vergeet je dan vooral niet even te abonneren door op het belletje te klikken. Nou, door op abonneren te klikken en op het belletje. Want dan hoor je voor het eerst als er een nieuwe video online komt. En ja, een duimpje omhoog doen als je deze video leuk vindt. Waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we het weer eens over de kinderen hebben. Ik heb bijna twee zindelijke kinderen inmiddels. En ze hebben allebei geen spee meer. En dat zijn toch twee mijlpalen in het leven van een moeder. Ja, die niet voor niks gebeuren. Daar moet je wel wat voor doen. Dus het leek me wel leuk om mijn ervaringen daarover te delen. Dus ja, zowel van het ontspenen, zeg maar, als het zindelijk worden. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik dacht, het kunnen ook twee aparte video's worden, maar ja, het is ook weer niet dat ik er 6 uur over ga vertellen. Ik dacht, ik voeg het gewoon samen, want het zijn twee van die onderwerpen. Ja, bij mijn dochter ging dat namelijk samen, die twee, want ze was groot. Dus ik dacht, ik vind het wel leuk om het samen te doen. Nou goed, laten we beginnen met speen. Mijn kinderen hebben allebei vanaf vrij jong een speentje gehad. Eden volgens mij al vanaf dag 1 of 2 na de geboorte. De kraamhulp zei, zij heeft zo'n enorme zuigbehoefte. Ja, dat is niet te doen voor jullie, want dan moet je echt 24/7 met je pintje, zeg maar, in haar mond zitten. Of met je wijsvinger, ik weet echt niet meer welke vinger het was. Wijsvinger, denk ik. Ze zei dat ze echt niet te doen. Ze was heel onrustig. En ze dronk ook heel veel. En ze kwam 100 gram per dag aan. Dat is echt heel veel in de kraamweek. Die vrouw zei, ik werk echt al zo lang in dit vak. Ik heb dit echt nog nooit meegemaakt. Dus die zei, geef dat kind alsjeblieft een speen. Dus dat zijn we gaan doen. En sowieso, ja, het is misschien gek om te zeggen, maar ik ben best wel voorstander van speentjes. Omdat ik zelf heb geduimd en mijn broertje ook. En ja, dat is gewoon veel moeilijker om af te leren. Voor mij is het op zich een soort blessing in disguise geweest. Omdat ik daardoor mijn voortanden naar voren duwde. En mijn kaak anders, zeg maar, ik heb zeg maar dit. En doordat ik eigenlijk duidelijk altijd dit naar voren geduwd. Dus bij mij is het soort van, heeft het geholpen. Bij mijn broertje niet, die moest er echt aan geopereerd worden. Maar het is dus echt, over het algemeen gewoon helemaal niet fijn om te duimen. Het is gewoon niet goed voor je gebit. Speentjes ook niet. Maar ja, met zuigbehoefte, die moet iets. Dus ik had wel zoiets, laat ze dan liever een speentje doen. Want dat kun je gewoon op een gegeven moment afleren. En een duim, ja, kan ook. Ik heb ook allemaal van die vieze nagellakjes en zo gehad. Maar ik moet zeggen dat het mij toch weinig heeft. Ik dacht toch gewoon, nou, dan knabbel ik dat er weer af en dan gaan we weer verder of zo. Dus weet je, duim is echt wel, ja, je duim kan je niet weggooien, zeg maar. Dus het is wel, ik verkoos in dat opzicht wel de speen boven de duim. Nou, toen, we hebben eigenlijk wel altijd speentjes alleen in bed gedaan. Bij allebei. De liefde voor spenen voor Elin was echt nog veel groter dan die voor Niels. Niels had gewoon 1 of 2 speentjes in bed liggen. Daar was hij heel blij mee, heel content mee en dat was het ook. Maar Elin had echt een heel ritueel ook met die speentjes. Die moest er ongeveer 4, 5 in bed hebben liggen. En als je bijvoorbeeld slaapt in je slaapzak, dan roleerde ze die speentjes ook tijdens het liedje in haar mond. Ze had altijd 1 in de hand waarmee ze, zeg maar, zo bezig was en 1 in haar mond. En dat wisselde ze ook, want dan wilde ze weer een verse speen, zeg maar. Dus voor haar was het niet alleen een speen voor het spenen, maar ook meer een soort knuffeltje. Dus dat baarde mij enige zorgen bij het afbouwen van het speentje. Nou ja, afbouwen zeg ik wel. Dat raden ze aan als je kindje ook overdag veel met de speen rondloopt. Begin dan eerst daarmee en ga dan verder met de slaapjes. Maar goed, dat was dus bij ons niet het geval. Dus wij moesten meteen de slaapjes aanpakken. Nou ben ik heel lang geleden, ik denk toen zij anderhalf, heel lang geleden, ze is nu bijna, ze is nu 2,5. Dus ze was 2 jaar en 3 maanden of zo. Nee, iets ouder. 2 jaar, 4, 5 maanden dat we stopten met het speentje. En bij Niels ook ongeveer. Bij Niels wilde ik het in ieder geval gedaan hebben voordat Elin zou komen. Omdat ik dacht, dat is een hele spannende tijd voor een kind. Dan ga je een kind niet van zijn speen afhalen, zeg maar. Dus het moest daar ver voor zitten. Het moest er ook geen relatie mee hebben. Dus
Niels was ook ongeveer 2,5. Ietsje jonger. Dus dat had ik wel ook bij Eden bedacht. Van, nou, ik ga het niet met kerst en zo doen. Dat is veel te drukke tijd, zeg maar. Maar ik dacht, ja, januari, februari, wat gebeurt er? Dus in januari zijn we met het speentje gestopt. Dus dat is mijn eerste tip. Kies een rustig moment uit waarop je zelf de rust hebt en er geen spannende dingen zijn. Geen verjaardagen, kerst, weet ik veel, een nieuwe groep bij het kinderdagverblijf. Weet je, gewoon zoek een rustig moment uit. Nou ja, weet je, een lockdown, rustig genoeg. Ik zou het bijvoorbeeld ook, dat klinkt heel gek, maar ik zou het ook niet doen als je net bijvoorbeeld ongesteld moet worden. Want je bent gewoon dan toch, tenminste ik, ben dan instabieler. En je moet wel echt eventjes, ja, je moet ervoor gaan, zeg maar. Ik heb dus bij Eden een tijdje geprobeerd, zodra ze sliep, het speentje eruit te halen. Maar dat werkte bij haar totaal niet. Dus daar ben ik ook vrij snel weer mee gestopt. Ik dacht, dit is niet de route. Cold turkey hier is. Dat heb ik bij Niels ook gedaan. En ja, dat is een heftige methode. Maar ook wel gewoon short and sweet, zou ik willen zeggen. Het is gewoon, het is ook duidelijk. Ik heb ze wel voorbereid. Dus ik heb bij allebei zo'n beetje zo richting het moment dat ik dat wilde gaan doen, wel gezegd van, speentjes zijn voor baby's. Straks gaan we je speentjes naar andere baby's brengen. Ik heb daar nooit een bekend kind aan gekoppeld. Elin deed het voor zichzelf wel. Gewoon noemde de baby's op die ze kende. Dat is prima. Maar ik heb het nooit gedaan. Omdat ik dacht, je wil ook niet dat je dan ergens bent en zie mijn speen. Weet je? Dus ik heb het nooit aan een bekend kind gekoppeld. Maar wel aan baby's. Want ik heb, ja, je moet zelf wel kijken wat bij jouw kind past. Maar mijn kinderen zijn allebei heel erg van het zorgen ook voor anderen, lief zijn voor anderen. Dus als je dan zegt dat het voor een ander is, dan ja, dat werkt bij mijn kinderen goed. Maar misschien is het bij jouw kinderen juist goed als je zegt dat het naar de spenenvee gaat of weet ik veel. Hè. Dus je kan allerlei verhalen van maken, maar bij mijn kind werkt het goed van, hey, jij bent nu groot, ga nu naar de baby's toe. Dus dat heb ik dan wel een paar keer al gezegd. En op een gegeven moment, op een bepaalde dag, is het dan zover. Nou, ik zou zeggen, doe het altijd in een weekend. Tenminste, als je dan in het weekend niet werkt natuurlijk. Stel dat je wel in het weekend werkt, zou ik het juist niet doen. Maar gewoon op het moment dat je rust hebt. Dus aanvankelijk wilde ik het op vrijdag beginnen. Dan heb je gewoon echt een heel weekend de tijd. Maar nou, door omstandigheden ging dat even niet lukken. En begin altijd met het middagslaapje. Dit zijn trouwens mijn tips. Hè? Ik bedoel, doe ermee wat je wil. Ik heb natuurlijk heel veel erover gelezen. Maar dit is hoe ik het heb gedaan. Zowel bij Niels als bij Elin. Dus begin bij het middagslaapje. Ja, daar is nog geen man overboord als dat niet doorgaat, zeg maar. En ja, dan ben je zelf ook iets minder gefocust op het moet nu lukken. Dus wat ik heb gedaan is, wat ik normaal op vrijdag doe, het werd dan nu zaterdag, 's ochtends een envelop versieren, speentjes erin, naar het postkantoor brengen of gewoon zo'n postpunt. Even van tevoren zeggen, ik kom zo met mijn kindje een envelop brengen voor de baby's. Snappen zij, gebeurt vaker, dus zij snappen wel, die kan gewoon in de prullenbak. Maar zij nemen het aan van, oh wat goed, huppatee, doen we het in de brievenbus. Nou, helemaal top. Dus knutsel een envelop, stop ze daarin. Zeg, nou, dan gaan je speentjes nu naar de baby's en dan gaan wij straks onze beentje slapen. Nou, dan is het allemaal nog heel leuk. En dan, oh leuk, we gaan naar de baby's brengen, top. Nou, en dan komt het moment dat er geslapen moet worden. En dat is voor moederhart een pijnlijk moment. Dus ja, hoe ga je dat doen? Cold turkey dus. Ja, het is wat het is. We gaan lekker slapen. Je kan er iets voor in de plaats gaan doen. Hè? Dat je iets toevoegt aan het ritueel bijvoorbeeld. Of ik heb er gewoon iets meer tijd voor genomen voor het ritueel. Maar middagslaapje hebben wij niet heel veel ritueel, moet ik zeggen. Nu lekker gaan slapen. Bla bla. Nou, dan gaat dat eerst nog goed. En dan komt het besef dat het speentje echt niet terugkomt. Dat is niet meer zo leuk. Ik moet zeggen, bij Niels ging dat echt makkelijker dan bij Elin. Ik had het niet anders verwacht, want haar liefde voor speentjes was gewoon nog groter dan dat het bij Niels het geval was. Dus Niels ging zijn middagslaapje na flink wat gekrijs gewoon slapen. Elin heeft dat middagslaapje overgeslagen, want het was gewoon, ik denk na 3 kwartier, geruststellen, huilen, geruststellen, huilen. Huilen, geruststellen. Hebben we het opgegeven. En toen begon natuurlijk 's avonds het feest weer opnieuw. Intens verdrietig. Ze wilde er speentje terug.
Bij Niels was het na dat middagslaapje eigenlijk al beter. Dus het is natuurlijk super kindafhankelijk. Maar ik denk wel, als je Eden van de speen afkrijgt, kan je in principe iedereen van de speen afkrijgen. Het belangrijkste is doorzetten. Zodra je toch nog ergens een speen hebt liggen die je toch terug gaat geven, ja, dan ben je lost. Dus doorzetten. Dit is wat het is. Ze kunnen het prima. Ja, je moet het op een leeftijd doen dat het kan. Hè. Dus ik zou niet zeggen stop na 3 maanden als je baby nog superveel zuikhoeven heeft. Maar volgens mij in principe na een jaar zou het al niet meer nodig moeten zijn. Misschien zelfs al eerder. Dus je weet, dit kan. Ze moeten er gewoon even doorheen. En daar kan je ze bij helpen. En soms is het ook een beetje tough love. Van nee, nu ga je echt slapen. Hè. Het speentje is er niet meer. Maar ook gewoon, het is moeilijk natuurlijk. Dus ja, troosten, kalmeren. Ik heb haar volgens mij zelfs nog even weer bij me genomen. Gewoon even op de bank weer. Gewoon even. Hè. En dan merk je ook dat ze meteen weer rustig is. En dan zeg je ook hè, dat je ook snapt dat het moeilijk is. En dat het even wennen is. Maar dat je zeker weet dat het gaat lukken. En nou goed. En dan leg je ze weer terug. En dat gaat dan even zo door. De eerste nacht was dus een zaterdagnacht. En normaal gaat ze rond 7:30 naar bed. En dan gaat ze gewoon slapen. Nou, dat ging natuurlijk niet. Maar ik moet zeggen, voor Wie is de Mol, dus voor 8:30, sliep ze. Dus het is eventjes anderhalf uur pittig. Maar daarna sliep ze. Toen is ze 's nachts nog een keer wakker geworden, was ze heel verdrietig. Nou, heeft denk ik echt wel een half uur of zo geduurd. Half uur voordat we haar weer in slaap kregen. Maar ze is gewoon weer gaan slapen. Sliep de volgende dag ook uit. Toen ze wakker werd, was het ook helemaal prima. Dus eigenlijk, ja weet je, op dat moment... Is het alweer oké. Nou, toen kwam zondag het middagslaapje. Was ook weer heel veel strijd. Uiteindelijk is ze wel gaan slapen. Zondagavond was er ook nog best wel wat verdriet. Maar ging het al beter dan de nacht ervoor. Is nog 1 keer 's nachts wakker geworden. Maar toen hadden we het echt in 5 minuutjes stil. En dat was het. Toen was ze van haar speen af. En bij Niels was het eigenlijk na de eerste nacht al. Die was na de eerste nacht al oké. Dus je denkt echt, hoe ga ik dit doen? Maar ja, als ze zien dat er geen ruimte is, het speentje komt niet meer terug, dan is het ook wat het is. Dus ja, dan ben je er gewoon van af. En ik moet zeggen dat ik haar sindsdien rustiger vind. Ze vindt andere manieren om in slaap te vallen. Dat betekent voor haar, daar heeft ze best wel wat tijd voor nodig nu. Het gaat minder snel dan met speentje, maar het gaat wel heel ontspannen. Ze is aan het kletsen, aan het zingen. Ze heeft gewoon even wat meer tijd nodig. Zeg maar. Normaal was die speen was de soothing en nu moet ze dat zelf doen. Haar avondritueel is ook wat langer geworden, want er zit een hele, ze verzint er van alles bij de hele tijd. Maar goed, prima. Dat komt vanzelf alweer. Dus we zijn nu een paar weken verder en het is helemaal oké. Okay. Ik vind haar ook ontspannender. Het is uiteindelijk, weet je, brengt het heel veel. En ja, gewoon geen speen meer. Ook heel makkelijk met logeren. Je kan het ook niet meer vergeten. Nog een tipje. Mocht je kind naar het kinderdagverblijf gaan of je hebt nog verdwaalde spenen ergens, zorg dat die ook weg zijn. Dus ik heb, het kinderdagverblijf was natuurlijk dicht op het moment, tenminste dicht, alleen maar noodopvang op het moment dat zij stopt met spenen. Dus ik heb ze gebeld, willen jullie alsjeblieft de spenen uit haar bakje verwijderen. Want niet dat ze straks weer naar het kinderdagverblijf gaat en dat er ineens weer de speen is. Dat gaat natuurlijk niet goed. Dus ja, dat voor wat betreft de spenen. En bij Niels zit het speenmoment en het zinnelijkheidmoment niet tegelijk. Bij Elin zat dat heel erg tegelijk, want ze wilde groot zijn. En ik denk dat dat enerzijds te maken heeft met meisjes zijn, anderzijds met kleiner zusje, zeg maar. Dus een grote broer als voorbeeld. Maar het is ook gewoon een karakterdingetje, denk ik. Dus zij had zoiets van, nou ja, zonder speen ben ik ook... Ja, we zijn natuurlijk allemaal thuis tegenwoordig, dus dat was een man lief eventjes. Ja, bij het ene was het gewoon zo, ik ben groot, dus ik ga nu ook zinnelijk worden. Ze heeft al wel langer interesse in zinnelijk worden, maar dat ging allemaal gewoon eigenlijk vooral op zondag om een of andere reden. Op zondag had ze daar de rust voor en wilde ze in een blootje lopen en dan ging ze op het potje. Maar nu merkte wij heel erg behoefte aan en wat ze vooral heel erg wilde is naar de wc. Het potje was eigenlijk niet zo heel interessant. Ze wil naar de wc, dus ik heb zo'n toiletverkleiner en nou, daar klautert ze op en ja... Sindsdien plast ze eigenlijk overdag altijd op de wc. De luiers zijn tegenwoordig droog. En dat ging dus van het een op het andere moment. En daarin zijn Niels en Elin heel verschillend. Niels gaat echt heel goed op een beloningssysteem. Dus stickers plakken en aan het eind van de stickerplakkerij een cadeautje. Elin doesn't give a
flying. Hè? Die interesseert het gewoon niet. Dus dat hebben we wel een tijdje gedaan, stickers plakken. En dat vond ze wel leuk, gewoon omdat ze stickers plakken leuk vindt. Dus toen ze voor het eerst had geplast op het potje. Nee, toen ze een paar keer had geplast op het potje en voor het eerst gepoept volgens mij. Toen heb ik haar een cadeautje gegeven. Nou, vond ze hartstikke leuk, maar had verder niks te maken met dat potje, zeg maar. Het maakte niet dat zij dat meer of minder ging doen. Bij Niels was dat heel anders. Niels die ging daar echt heel goed op. Die had echt zoiets van, er zit nu een beloning in het vooruitzicht. Ik ga dit nu doen. Niels was ouder dan Elin. Niels was... Hoe oud was hij nou? Bijna 3, denk ik. Ja, hij is van november. Volgens mij hebben we dat in september bij hem gedaan. Maar ik pin me er niet op vast. Niels zijn we er toen mee begonnen. Eigenlijk moet je gewoon... is het een beetje lastig. Je moet aan de ene kant een geschikt moment vinden wat voor jou past. Hè, wanneer jij er de rust voor hebt om dat te doen. Aan de andere kant eigenlijk pas als je kind het aangeeft. Dus het is een soort van zoektocht. Lockdown is daarin ook weer makkelijk. Bij Niels hebben we gewoon een vakantiemoment gekozen. Waarin we dachten, nu zou het wel kunnen. Hij zou ook nog een jaar zo kunnen doorlopen. Ik vond bij hem vooral... het verschil tussen een grote vent op een aankleedkussen en een heel klein babytje. Ik dacht, ja, dit kan gewoon niet meer. Het past ook niet. Het slaat nergens meer op. Hij kan dit gewoon. Het is alleen dat hij weinig behoefte eraan heeft. Maar hij kan dit. Dus bij hem, beloningssysteem, werkt zo'n tierenlier. Nu ook, was de opdracht op school, veterinair diploma. Nou, diploma, cadeautje eraan vastkoppelen. En binnen 2 dagen kan hij veter strikken. Dus het is bij hem, moet je er een beloning en dan is het. En bij Elin is het gewoon wanneer mevrouw er zin in heeft. Nou, en dat is dus ineens gekomen van het een op het andere moment. En dan is het natuurlijk vooral belangrijk dat je het faciliteert. Dus maak het ook makkelijk. Dus bij haar liet ik er vooral heel vaak gewoon in de blote billen. Dus had ze gewoon de trui aan de bovenkant aan en een blote billen. Prima. Of een Elsa onderbroek. Niet heel belangrijk, moest natuurlijk wel een leuk onderbroek zijn. Elsa onderbroek. En dan ging ze gewoon wanneer ze ging. En dat betekende dat ik de eerste dag dat ze er heel druk mee bezig was. Was gelukkig een vrije dag van mij. Heb ik ongeveer de hele ochtend met haar bij het toilet gezeten. Want dan wilde ze steeds een boekje erbij. Want dan bleef ze zitten, zeg maar. En inmiddels is dat niet meer nodig. Behalve als ze moet poepen, zeg maar. Dan vindt ze dat nog wel fijn. Dat snap ik ook. Maar ik heb dus de eerste ochtend vooral zeg maar zo zittend naast het toilet doorgebracht. Nou ja, helemaal prima. En Niels die snapte dat ook en die ging haar ook helpen. Die hielp haar ook het trappetje op bij het toilet en zo. Niels heeft eigenlijk nooit zo van die toiletverhoger geweest. Maar ik moet zeggen dat we hem een ander hadden en die bleef ook gewoon niet zo lekker liggen. Dus hij is eigenlijk altijd van het potje geweest. Zij is van de toiletverhoger, dus het is ook weer kindafhankelijk. Ja, we hebben 2 smaken, maar zij vindt die toiletverhoger. Zij is gewoon groot, dus ze wil op het toilet. Nou ja, helemaal prima. En dan ook doortrekken, handen wassen, dat wil samen doen. Heeft Niels ook nooit interesse voor gehad. Dus in die zin, ja, kijk wat je kind, waar je kind dan blij van wordt in het proces. Nu zij groot is, wil ze dus ook, dat vind ik wel een lastige. Zij slaapt nog in een ledikantje. Dat heeft er ook mee te maken dat, ja, ze heeft nu gewoon een babykamertje. En dat is eigenlijk een heel mooi kamertje. En we zijn ons huis aan het verkopen, dus we willen dat nu niet gaan verbouwen. Dan kunnen we straks wel eventjes een beetje in een kastje inzetten. Maar dan, nu is het gewoon een mooi babykamertje. En straks doen we het gewoon als een tussenfase. Omdat we in het nieuwe huis krijgen natuurlijk gewoon echt een meisjeskamer. Of een meidenkamer. Maar nu zit het dus een beetje in between. Maar zij zit dus nog in een ledikantje. Maar zij is dus nu soms s'avonds aan het krijsen. Want dan wil ze per se nog naar het potje. Dan heb je dus helemaal in de luier en alles lekker in bed. En dan wil ze, want dan moet ze plassen. Ja, natuurlijk ga je dat doen. Want... je kan nu niet zeggen, ja, nou, we zeggen natuurlijk wel, 's nachts mag je gewoon in je luier plassen. Maar ik snap ook wel dat werkt voor haar natuurlijk anders. Zij wil gewoon, ze moet plassen, dus ze gaat naar het potje op de wc. Bij Niels staat er gewoon een potje naast zijn bed. Daar gaat hij gewoon zelf op, als hij 's nachts bijvoorbeeld moet. Hij zit naast de wc, maar hij vindt dat, snap ik ook wel, dat is gewoon spannend om dan de deur uit te gaan. Dus ik denk dat we dat bij haar op een gegeven moment ook gaan doen. Want je hebt natuurlijk de overdagzinnelijkheid. Dat is de relatief makkelijke zinnelijkheid, omdat ze daar bewust mee bezig zijn. We hebben ook verschillende boekjes daarover. Dus Bobby op het potje, luier eend en potje knor. En we hebben ook wel wat boekjes bij de Biep af en toe geleend daarover. Dus dat is al een beetje leren. Ik merk nu, doordat mijn man hier even was binnengekomen, dat mijn systeem uit het verhaal is. Maar
Alle tips zitten door elkaar, maar je komt er wel uit. Dus zeg maar boekjes waarin het erover gaat. Ook laten zien natuurlijk dat jij ook op de wc plast. Nou denk ik dat elke moeder wel gewend is dat haar kinderen bij de wc langskomen. Maar mocht het niet zo zijn, laat ook zien dat jij dat ook doet. En bij haar hielp natuurlijk ook het concept van een grote broer. Ik merk dat ze aan het begin poep altijd wat spannender vinden dan plassen op het potje. Dat snap ik ook. En het kost natuurlijk ook meer tijd. Daar moet je meer rust voor hebben. En daarom dus een boekje voorlezen tijdens. En zij lezen ook graag dan zelf een boekje. Niels trouwens ook, nog steeds. Gewoon lekker even ontspannen momentje op de wc. Dan zijn ze een beetje afgeleid en kunnen ze gewoon even rustig die ontspanning zoeken. Maar goed, dan heb je er overdag zindelijkheid gehad. Dan ga je natuurlijk naar de nacht toe. Ja, dat is ingewikkeld, want 's nachts is in je onderbewustzijn. Dus daar hebben wij bij Niels... Ja, hoe lang hebben we daarover gedaan? Nou, wat wij heel lang hebben gedaan, is hem om 11 uur nog laten plassen. Dus voordat ik naar bed ging zwemmen, was dan al naar bed. Maar ik ga wat later slapen. Dus voordat ik ging slapen, liet ik hem nog even plassen. Want ze zeggen eigenlijk in die eerste uren, geloof van 7 tot 10 of zo, dat is zeg maar waar nog de meeste plas zich verzamelt. En daarna is het eigenlijk vaak niet meer, zeg maar. Dus dan kan je hem vaak nog eventjes laten plassen. De theorieën over of je dat wakker of slapend moet doen verschillen. Ja, hij was zo zwaar en ik was natuurlijk, dat was rond de tijd van mijn operaties, dus ik kon hem niet tillen, dus ik moest hem al een soort van wakker maken. En dan, nou, dan zei ik, kom liever, ga even zitten. En dan was hij soort van half wakker, half slapend. En dan ging hij plassen en dan ging hij weer liggen en dan sliep hij weer verder, zeg maar. Dus dat hebben wij heel lang bij hem gedaan. Echt heel lang, echt maanden. Ook omdat het voor mij geen enkele moeite was. En dat zorgt gewoon dat hij altijd droog was. En dat doe je dan eerst gewoon een tijdje gewoon met een luierbroekje aan. Gewoon voor de zekerheid, zeg maar. En we hebben ook zo'n matrasbeschermer, gewoon van de IKEA. Zo'n dingetje waar het niet uitmaakt als je oplast. Dus we hebben ook echt wel zijn bed verschoond 's nachts. Maar ik moet zeggen dat het heel erg meeviel. Dan weer terugleggen, laten slapen en klaar. En op een gegeven moment merk je al van nou, dit gaat goed. Dan gaat die luier uit. Altijd een leuk onderboekje erbij, want dat helpt natuurlijk, want dat vinden ze dan stoer. En nou ja, weer een tijdje verder denk je, nou ja, volgens mij hoef ik dat 's nachts plassen ook niet meer te doen. Maar er staat wel bij hem altijd een potje. Zodat ook als hij 's ochtends wakker wordt en moet plassen, kan hij dat gewoon meteen doen. En dat willen we dus bij Elin ook gaan doen. Maar ja, dan moeten ze heel even wachten tot ze in een bed kan waar ze zelf uit kan. Want dat is dus nu nog een beetje lastig. Want ja, ik kan moeilijk zeggen, nee, je mag van nu wel uit je bed klimmen van mij. Want dat vind ik levensgevaarlijk bij die ledekantjes. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje wat wij gedaan hebben. Ja, en dat hele belonen is dus heel kindafhankelijk. Ja, Niels gaat daar heel goed op, Elin interesseert het niet. Dus kijk vooral ook wat daar bij jouw kind past. Bij Elin is het gewoon, die wil gewoon echt van een intrinsieke motivatie. Die wil gewoon een grote meid worden. Ze zegt ook dat ze 5 is nu. Omdat Niels 5 is. Nee, ik ben nu ook 5. Nee, maar dat maakt niet uit. Nee, en ze zegt ook bijvoorbeeld, ze wil bijvoorbeeld heel graag Niels van die vitaminepilletjes. Zij krijgt natuurlijk nog die druppels. En dan zegt ze, als ik 3 ben, mag ik ook die pilletjes. En dan mag ze ook een elektrische tandenborstel. Dat wil ze ook graag. Dus zij is heel erg, ze is heel erg van het groot worden. Dat vindt zij heel leuk, blijkbaar. Dus ja, zij ziet natuurlijk alles wat je mag als je ouder bent. Dus zij ziet dat als een... En dat heeft Niels ook helemaal niet gehad. Die dacht gewoon, dit is wat het is. Die had natuurlijk geen voorbeeld van een ouder kindje in die zin. Dus ja, dit is een beetje het ook verschil denk ik tussen jongens en meisjes. Meisjes vinden het denk ik sneller vies in de luier dan dat jongens dat vinden. Maar goed, ik hoop dat jullie wat aan deze tips hebben gehad. De video is iets langer geworden dan ik had gepland. Maar goed, verrassend, zouden we ook weer zeggen. Ja, mocht jij zelf nog geniale tips hebben, ik ben ongetwijfeld wat vergeten, maar laat ze dan ook eventjes hieronder weten. En ik hoop dat je er wat aan hebt. Mocht je kindje van de spenen af willen brengen, geef niet op, zet door. Het gaat echt sneller dan je denkt. De eerste momenten zijn pijnlijk voor je moederhart, maar het komt echt goed. En bij de zindelijkheid, geniet gewoon van het proces met je kindje. En ja, dwing het niet op. Probeer het op een ontspannen manier te doen. Dat het echt leuk blijft voor ze. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot snel bij een nieuwe video. Doeg!